sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Dit was fantastisch. Dankjewel. Mathieu, hier moet je toch van glimlachen. Hier word je toch gelukkig van. Ja, dat is echt wel een moment. Als je mij dan vraagt om een keuze te maken tussen de twee, als het dan de Voice van Vlaanderen is, ja, dan kan ik gewoon niet om de stem van Jazz heen. Dus ja, vind ik echt onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk. Goed. Ja, ik snap wel wat Mathieu zegt, maar... Ik denk wel dat Fatima misschien meer mogelijkheden heeft met haar stem. Jazz is misschien iets beperkter, maar wat je dan kunt, is wel redelijk fenomenaal. Ik bedoel, er zijn mensen die wereldberoemd geworden zijn met zo'n stem. Dus dikke proficiat met de battle. Ik vind dat er nog niet genoeg benadrukt is hoe prachtig jullie er allebei uitzien. Ja. Ja. En je hebt echt een heel tof, mellow sfeerje gezet. Die stemmen pasten mooi samen. Chapeau, dat is niet iedereen gegeven om het zo geloofwaardig te brengen. Dat is echt wel heel knap gedaan. Ja. Ik hoor hier echt alleen maar mooie woorden en complimenten voor deze twee, hè, Natalia. Ja, ja. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik heb hier twee stevige persoonlijkheden voor mijn neus. We hebben deze song gekozen omdat we gewend zijn van Fatima, dat Fatima in de hogere regionen meestal zit. En we hadden zoiets van, nee, we gaan alles naar de zachtheid brengen. Hey, ook voor Jazz, dat is iets dat hij ook nog kan ontwikkelen en zo. Dus ik vind wel dat ze in deze song hun zachtheid hebben kunnen laten zien. Proficiat ervoor. Ja. Als je er klaar voor bent, mag je nu de naam noemen van degene die de battle wint. Ja, het is gewoon heel moeilijk. We gunnen het hen allebei enorm. Ik ga gaan voor de zachtheid van de mannenstem Jazz. Jazz wint deze battle van Team Natalia.
gedaan. Goed gedaan. Ik vond dat gewoon echt een hele moeilijke. Maar ik heb dan uiteindelijk toch gekozen voor zijn zeemzoete soulstem. Wow. Yes, Lauren. We moeten helaas afscheid nemen van Fatima, maar wat heeft zij zichzelf vandaag overtroffen op dit podium? Mag ik daarom een fantastisch applaus voor Fatima? Dank je wel. Ik heb het super leuk gehad. Ja. Dank je wel, dat we. Dank je wel.